Dag lieve mensen en welkom terug in Planet Zoo Console Edition, waar wij in de vorige aflevering deze rot hebben toegevoegd, waar vandaan wij de nijlpaarden onder water kunnen bekijken. En die zijn aan het chillen hoor, in hun gras. De vorige keer hadden we ineens een probleem, want ons geld was op. Dat gebeurt soms. Ik had de game ook op pauze staan, dus ja goed, dan komt er geen geld binnen. En zoals je ziet hebben we wel knijters veel uitgegeven. Dus vandaar, dat gebeurt soms. Vandaag wilde ik in ieder geval het hier allemaal wat mooier maken. Maar er was iemand die zei op de vorige aflevering, je hebt nog steeds geen mannetjes babiroesa. En diegene had gelijk. Dus dat is even net het eerste wat ik wil gaan fixen. Zet ik wel weer even de game op pauze. Maar we gaan even naar de markt voor dieren. Dan gaan we op zoek naar een babiroesa mannetje. Want die konden we de vorige keer niet vinden. En nu is er wel 1, 2 zelfs. En deze is wel gewoon oké. Dus dan kopen we deze en die sturen we naar dit verblijf. Ik ben wel even benieuwd hoe die eruit ziet eigenlijk. Dus gaan we even de tijd versnellen. Het is wel leuk om af te wisselen met PC en console. Dan voel je ook hoe anders de game aanvoelt ofzo. Ik heb het gevoel dat dit allemaal wel wat strakker loopt ofzo. Ik weet niet. Het geeft een ander gevoel. Ook al speel ik het allebei met muis en toetsenbord. Kijk nou die gekke horens. Dat is toch grappig. Zijn dit slagtanden eigenlijk? Oh. Controleer je internetverbinding. O jee. Nou, ik heb geen idee wat het probleem was, maar we zijn er weer. Is nou mijn mannetjes babiroesa weg? Even kijken hoor. Dieren. Ja. Oké. Nou, dat was dan blijkbaar een wat groter foutje. Nou, dan gaan we weer even opnieuw naar de markt. We zoeken nog steeds wel naar een babiroesa. Kijk, en dan hebben we nu alleen maar deze. Of heb ik hem wel... Ah, kijk, hij zit hier. Oké, nou, gek. Blijkbaar is het niet opgeslagen dat ik hem erheen had gebracht. Maar we hebben hem nog wel, dat is mooi. Dus die komt de tent in hier. Dan wilde ik in ieder geval het hier nog eventjes wat mooier gaan maken. Even andersom draaien. Door bijvoorbeeld die grot even wat uit te breiden, zodat ook dit stuk ja, er een beetje beter uitziet. Zeg maar het personeelsgebied. Dat een beetje erbij getrokken wordt. Er was ook nog iemand die zei van je kan een stopbord misschien wel plaatsen. Dan hoef je niet zo'n pad te maken. Je hebt zeg maar van die borden die zeggen dat mensen ergens niet in mogen. Dat is misschien nog best wel een goed idee. Dus dat wil ik ook nog wel een keer uitproberen. Alleen niet nu. Want we hebben genoeg te doen, denk ik. We gaan dit in ieder geval eventjes zo een beetje afronden. Kijk, dan is het voor de mensen alsof dit gewoon een beetje een grot was. Of is nog steeds. En dan ziet het er alweer wat gelikter uit. Oh, dit is niet de goede steen. Wat voor stenen zijn dit? Toendra-stenen. Nou, ik ga wel even gewoon kopiëren. En dan draai ik hem wel even... Draai ik hem wel even om, wilde ik zeggen. Maar ja, bedankt. En dan hangen we hem er zo boven. Zo. Kijk, dit is dan voor het personeel. Daar hebben de mensen dan verder weinig te zoeken. Ik denk dat het goed is. Misschien moeten we dan ook nog even gewoon iets van een muurtje en een deur er of zo in plaatsen. Misschien is dat dan wel leuk. Zoiets. Een betonnen muur bijvoorbeeld. Sluiten we hem helemaal af. Dan kunnen mensen er ook niet in kijken. Iets omlaag. Zo. En dan plaatsen we er even een deur in. Nippelen we dan even met de oppervlak uitlijnen. Zo. Ik ben benieuwd of dat dit is aangepast al voor de natuur ook. Kijk, zo kan het personeel er gewoon in. Dat is geen probleem, want die kunnen gewoon dwars door die muren heen lopen. En dan hebben die hier, dan kunnen die hier voeren. Maar voor de mensen lijkt het gewoon alsof de grot een beetje doorloopt. Ik dacht, hier kunnen we misschien op den duur wat winkeltjes en dergelijke nog kwijt. Dus dat laat ik voor nu nog eventjes open. Want nou ja, het geld loopt wel binnen. Maar ik denk nog niet dat we daaraan moeten wagen eigenlijk. We gaan eventjes verder hier het pad uitbreiden. Scherpe hoeken aan. En dan wil ik eigenlijk dit pad weer... oh, dat is wel heel breed. Weer deze kant op hebben. Even iets verder nog. Zo, en dan sluit ik die... Ja, zo, dat is mooi recht. Ik dacht, er kunnen hier wat leuke winkeltjes. En ik wilde hier dan eigenlijk vandaag een habitat gaan maken. We zijn natuurlijk bezig met Afrika. Of in ieder geval, ja, dit zijn Afrikaanse dieren. Dus ik dacht van, nou, daar kunnen we hier een soort Afrika-gebiedje van maken. Er waren een aantal mensen die daar een verzoekje voor hadden. En nou, vandaag ga ik dat dan maar inwilligen. Er waren namelijk een aantal mensen die zeiden... joh, kan je niet een hyena toevoegen? Nou, dat vind ik een heel prima idee. Dus dat wilde ik dan hier doen. Volgens mij zijn hyena's namelijk niet heel bang voor mensen. We gaan ze eens even erbij pakken. De gevlekte hyena dus. Dit ziet er niet uit als een gevlekte hyena, jongens. Oké. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik moet even... Ik ga ze wel even gewoon zo opzoeken. Gevlekte hyena, daar zijn we. Weinig zorgelijk. 27 tot 47.000 zijn er. Die leven dus in Afrika, hè? Dat is te zien. Ze hebben heel veel land nodig, maar een klasse 2 hek wat niet eens zo hoog hoeft te zijn. Dus dat is wel leuk. Daar kunnen mensen gewoon overheen kijken. Ze springen er blijkbaar niet overheen. En je kan er 2 tot 4 hebben. Nou hebben ze best wel wat ruimte nodig. Dus ik denk eventjes checken. Ah ja, oké. Dus nou ja, zeg 1400 vierkante meter. Dat is wel prima. Ze zijn dus zelfverzekerd. Dus ze raken niet snel gestrest. Maar ik vind het vooral wel leuk dat ze een laag hek, zeg maar, kunnen hebben. Dus ik dacht, misschien is het dan wel leuk om gewoon zo'n hek te doen. Dat is een klasse 2 hek. Maar dat vind ik dan juist wel cool. Want het zijn natuurlijk gewoon gevaarlijke dieren. Maar dat je daar echt een beetje mee oog in oog kunt staan hier. Dat leek me wel wat. Dus we gaan even een gebied voor ze maken. Misschien wel gewoon... Over een flink stuk van dit pad gewoon. Kijk, hierachter zijn die borstjes. Dus we moeten het wel even hier een beetje afronden. Ik ga er zo meteen even een ander hek van maken hoor. Maar eventjes voor het idee, zeg maar. Ik denk dat dit niet echt genoeg ruimte voor ze gaat zijn. Maar laten we er in ieder geval vast even een deur in zetten. Dan kan ik het even checken. Kijk, ik dacht, waar zit dat? Ja, babiroesa verblijf zit zo. Zo. Hoe groot is dit? 900 vierkante meter. Kijk, het valt nog eigenlijk nog best wel mee dan. Zeg maar hoe erg te weinig ruimte het is. Even denken hoor. Gaan we die even weghalen, die even weghalen, die even weghalen. Ja, ik zat een beetje te denken van wat is nou een leuke vorm of zo. Kijk, misschien dat we het ietsjes anders kunnen doen. Dat we bijvoorbeeld een pad vanaf hier zo een beetje erin gebogen kunnen laten lopen. En dat we het daar dan ook nog een beetje omheen doen. Misschien kunnen we daar iets... ja, ik weet nog niet helemaal wat het moet worden. Is dat wat? Ja, dan wordt het eigenlijk alleen maar minder ruimte wat we hebben. Kijk, ik zou wat variatie willen eigenlijk. Wat nou als ik dit wat groter maak? Kijk, dat we hier een soort van pleintje doen. Misschien moet ik dan even wat aan het grid maken. Ik zit een beetje te klooien, jongens. Even kijken. Ja, goed, ik wil niet dat het één groot recht stuk wordt, zeg maar. Dan wil ik het nu gebogen. En dan buigen we het ietsjes zo hier omheen. Zoiets. En dan hier ook nog verder. Zo. Kijk, dan hebben we hier zo'n soort van inhammetje waar je dan echt tussen ze in kan staan, bijvoorbeeld. En ik dacht dan van, wat nou als we hier zo dan dat hek doen, wat ik zei? Dus dat dit een gaashek wordt. Dat je daar echt, zeg maar, tussen de dieren kan staan, voor je gevoel. Dan doen we die palen weer eventjes, dat rode steen. Hop. Rood steen. Hij bleef even hangen. Zo. Dan doen we dit omlaag. €1,25 dus dan nou, doen we gewoon iets van €1,30. Kijk, en dan kan je hier zo echt zo tussen ze in staan, als het ware. Hoe groot is het verblijf nu? 1200 vierkante meter. Het mag eigenlijk nog wel iets groter, hè? Nou, dan breiden we hem toch nog even ook wat verder hier uit. Oh, oh, oh. Zo. En wat we bijvoorbeeld zouden kunnen doen, is dan op sommige plaatsen even een raampje of zo erin doen. Dit gewoon omhoog. Dit ook omhoog. Kijk, dat je bijvoorbeeld hier zo... Dat we hier een raam in doen. Ik vind op zich die rode bakstenen, die gebruiken we nu vaker natuurlijk. Dus doen we nu hier een raam. Met eenrichtingsglas. Op zich hoeft dat helemaal niet, maar... Kijk, dan kun je hier zo kijken, vanaf het pad. Dan kun je hier zo eventjes erin lopen, zeg maar. En dan gaan we hier nog even verder. Met het grid. Zo. En dan doen we hier ook nog twee ramen. Dat je vanaf het hoofdpad daar ook nog naar kan kijken. Eenrichtingsglas. En hier raam. Ik had het ook wel gewoon allebei gelijk kunnen selecteren, maar goed. Zo. Nou, heb ik ook nog redelijk recht gedaan dan. Maar dan kun je dus ook van hier even lekker wat eten. Dan kan je hier zeg maar echt oog in oog met ze staan. En vanaf hier kun je ze ook zien. Nou, dat is toch hartstikke leuk. 1500 vierkante meter is dat. Laat ik nog even de Zoopedia checken. Oh, wat zie je? Dierartsonderzoek is weer voltooid voor de babiroesa. Dat gaat best wel lekker. Dan gaan we nu naar de... even kijken. Hou jij eens op. Dan ga je nu die doen. De nijlpaarden. Want die hebben nog wel wat voerverrijking nodig en zo. Moet je ze trouwens zien, hé. Ze zijn met z'n allen aan het eten. Oh, dat is toch wel heel leuk, hè. Dat ze dan vanaf hier de mensen zo ook kunnen zien. Iemand zei wel van, ja, dit gaat wel een probleem worden. Want ze kunnen door dat glas heen breken. Daar heeft diegene helemaal gelijk aan. Dus ik dacht, wat we dan ook kunnen doen is hetzelfde als bij de... bij de hyena's. Kijk, dat we hier ook een raam in doen. Dat is dan eenrichtingsglas. Maar dat is op zich wel leuk. En wel mooi en wel handig. Want die dieren die ontsnappen dan niet. Dat lijkt me vrij essentieel. Dan wil ik die eigenlijk... Kan dat nog iets verplaatsen? Doen we die toch zo? Kijk, hier kunnen ze niet doorheen. Want het neemt de weerstandsklasse van het hek aan, zeg maar. Nou, dit is wel een mooi zicht, hoor. Ik denk wel ook gelijk van... volgens mij staan hier helemaal geen donatieboxen. Wat we absoluut wel nodig hebben. Gooi geld hierin, mensen. En doe het in massa's, alsjeblieft. Oh. Zo. Ja, goed. We hebben hier ook nog stroom en dergelijke nodig. Ik zit ook nog even te denken van... Willen we hier nog iets van een afdakje of zo? Dat is misschien wel leuk. Even kijken. Kijk, dat we zo een metalen afdak voor de mensen maken. Als je komt kijken bij de... nijlpaarden. Kijk, dan heb je gewoon even een plekje waar je kan staan. Natuurlijk hebben we nog wel even iets van de pilaar daaronder nodig. Misschien dan hout. Dat vind ik niet echt mooi. Nog pilaren. Gips. Dat vind ik ook niet mooi. Kijk, we hebben niet echt die rode bakstenen. Dat vind ik een beetje jammer. Misschien dit. Kijk, dat we die zo... Waar zit dat ding helemaal? Oh, daar helemaal. Kijk, dat we dan zo een beetje van die pilaren doen. Of gaan we toch die rode dingen doen? Nee, die kunnen natuurlijk niet op het pad. Dus dat is dan weer een probleem. Kijk, doen we zo. Dan is die toch nog een beetje ondersteund, zeg maar. Zo ziet het er dan in ieder geval uit. Nou, dat ziet er toch leuk uit zo. Ik ben er blij mee. En er komen dus nog winkeltjes. Dus dat moet later. Maar goed, dan is dat in ieder geval even een beetje vormgegeven zo. Hè? Niet al te wild. Maar kun je in ieder geval nog een beetje overdekt kijken. Goed, hyena's dus. Ondertussen is het geld ook lekker binnengelopen. Dus dat is alleen maar mooi. Die hadden dus 2 tot 4. En als we er 3 doen... Dan hadden ze 1300 vierkante meter nodig. En dat hebben we. Dus dat is mooi. Gaan we naar de markt. Ik wil een mannetje en een vrouwtje in ieder geval. Nou, die gaan dus voor natuurbehoudkrediet. 71. Vind ik wel prima. Het is wel echt ook een goeie. Ja, de grootte is niet zo goed. Maar dit vrouwtje bijvoorbeeld is dan qua grootte wel weer goed. En ik hoop dan dat er later nog een beter vrouwtje komt. Maar voor nu hebben we in ieder geval dan 2 hyena's die hierheen kunnen. Ik zit even te denken, want volgens mij hebben we hier verder niet echt water of iets. Kijk, dat moet eigenlijk ook nog voor de nijlpaarden. Dus ga ik hier denk ik nog even een waterfaciliteit neerzetten. Waterzuivering heet dat. En misschien moeten we dan ook gelijk nog even een transformator neerzetten voor stroom. En ik zie dat er een gebied is wat ziektedinges oplevert. Kijk, waarschijnlijk gaan ze zeggen dat dit negatieve invloed heeft nu. Moet ik even checken. Kijk, want dat raakt dat pad, zeg maar. Dus mensen die horen dat of zo. Dat is altijd best wel een beetje vreemd, want het staat helemaal mooi weggewerkt. Maar goed, daar hebben mensen nog wel eens last van. We gaan wel even kijken hoe dat gaat. De reinheid van dit verblijf is niet best. Welk verblijf is dit? Waar zijn we? Ga eens weg. Ja, bedankt. Oh, van de krokodillen. Oké, nou misschien wordt het dan ook tijd dat we even wat nieuw personeel gaan aannemen. Of trainen. Maar volgens mij hebben we van alles nog maar 1 iemand, hè? Ja, dus we gaan in ieder geval trainen. Maar we gaan ook nog even in ieder geval een nieuwe verzorger aannemen. En ik denk dat we ook meteen een nieuwe parkmedewerker aannemen. Wat hebben we dan nog meer? Dierenartsen. Misschien moeten we dan ook gelijk een onderwijzer doen. Als we toch bezig zijn. Bewaker hadden we al gedaan. Verkopers die gaan automatisch naar de winkeltjes. Maar ja, we groeien. Dus dan hebben we natuurlijk ook wat meer personeel nodig. Dat is logisch. Die hyena die is binnengebracht. Dat is leuk. Dus daar gaan we eerst even naar kijken. Oh kijk, het is een grijze. Die maken altijd zo'n bizar geluid, hè? Een beetje dat lachende. Kennen we wel van The Lion King. En als je die film nog nooit gezien hebt, dan klopt het niet. Kijk, en deze is oranje, dus het is wel leuk. En de mensen die hebben al meteen het mooie plekje gevonden, hoor. Het is toch leuk om ze zo te zien ook. Ja, daar ben ik wel blij mee, met die keuze. Dus hier kunnen ze mooi er binnen in kijken. Reinheid, faciliteit, reinheid. Ja goed, mensen, die personeel, vooral die verzorgers, die moeten wel echt even doorwerken. Want het gaat een beetje de verkeerde kant op zo. Ik dacht nog van... Misschien dat ik gewoon even een nieuw personeelsgebiedje moet maken hier. Daar zet ik dan deze ook gelijk even neer. Kijk, ik dacht misschien hier zo die ergens weg te moffelen. Die er ook bij. Zo, die ernaast. En dan kunnen we daar ook nog even een... Ik snap niet helemaal waarom ik die niet wat dichter bij dat hek kan zetten. Kijk, ik dacht gewoon een beetje zo... Waarom mag dat niet? Terreinaanpassing. Oké. Even weg. Deze even verplaatsen. Zo. En dan dacht ik, dan zet ik er ook gelijk nog even een verzorgersverblijf neer hier zo. Want dan kunnen ze daar vandaan het eten voor de hyena's en de nijlpaarden halen. Dat scheelt weer. Zo. Wat dan? Het is zo typisch, hè? Op de een of andere manier, die paden, dat blijft een struggle. Ze hebben op zich niet een heel slecht padensysteem, Planet Zoo, maar af en toe dan krijg je het gewoon niet voor elkaar wat je wil. Zo lukt het wel. Zo dan. Die laten we dan hier tussendoor gaan. Dacht ik. Zo. En als het goed is, hebben we dus van die stopdingen. Even kijken. Bezoekersomheiningsbord. Kijk, dit. Gaan de bezoekers daar niet doorheen? Ik ben benieuwd. En of dat het personeel er dan wel doorheen gaat. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Maar goed, gaan we zien. Kijk, als dat werkt, dan hoeven we gewoon niet meer die lelijke paden te gebruiken. Dat is top. Kijk, hier, zij gaan er in ieder geval niet heen nu. Dus ik ben benieuwd. De faciliteit is uitgevallen. Gebeurt dat ook veel? Kaartjes koop. Oké, ja. Dus we hebben ook nog even de monteur nodig. Die zetten we erbij. Ineens komen er allerlei problemen. De kaartjes zijn te goedkoop. Nou, dat vind ik altijd mooi nieuws. Dus dat gaan we gelijk even doen. Hier bij de dierentuin opties. Ja, dat vindt hij ook wel een beetje goedkoop eigenlijk. Zo. 12 en 9. We hebben nu natuurlijk 2 hele populaire dieren toegevoegd. Dus dan, nou ja, dan vinden de mensen ook dat ze wel wat meer mogen betalen. En daar ben ik helemaal met ze eens. Maar goed, we waren bezig met de hyena's, jongens. Oh, wat kan ik altijd lekker snel afgeleid zijn. Die hebben genoeg ruimte, dus dat is mooi. Ze vinden wel dat er veel te veel lang gras is. Nou, daar kan ik ze wel van afhelpen. En te weinig aarde. Nou dacht ik, dan doe ik in ieder geval eventjes een plasje voor ze, zeg maar. Misschien hier. Dus wat water, hè. Zoiets misschien. Het gaat dan wel af van de begaanbare landzone. Maar ik denk dat het niet heel veel eraf gaat eigenlijk. Even kijken. Nu is het eigenlijk net wat te weinig. En water hebben ze niet direct nodig. Dus haal ik dat weer even weg. Gaan we het even iets minder groot maken, die plas. Zoiets dan. Ik wil het liefst wel dat ze gewoon helemaal blij zijn. Ja, dat is nu goed. Lang gras is te veel, maar ik wil ze sowieso nog wat aarde gaan geven. Dus dat komt goed. Dat vind ik altijd wel rondom het water wel mooi. We kunnen ook nog een beetje zo hier wat aarde neerleggen bijvoorbeeld. Verschillende vlekjes. Zo, dan hebben ze natuurlijk een stevige schuilplaats nodig. Ik dacht, we kunnen wel dan misschien, om het een beetje één geheel te maken, deze dingen ook weer gebruiken. Dat we bijvoorbeeld hier zo ook weer zo'n afdak maken. Is dat natuurlijk weer precies niet passend. Misschien moet ik het, de roostergrootte even wat kleiner maken. Kijk, dan past het wel. Zo. Ja, dat vind ik mooi. En dan pakken we ook deze. Kijk, want dan zorgen we er gelijk voor dat het zeg maar eruit ziet alsof het allemaal bij elkaar hoort. En het hoort natuurlijk ook allemaal bij elkaar. Als ik nu de rooster... Oh ja, kijk. Ja, Zo doet hij. Houden we het zo. Ja, dat is ook wel best. En die wil ik dan eigenlijk ook hier hebben. Dan wil ik meerdere selecteren. Hoe doe ik dat ook weer? Oh ja, dat I. En dan westigen. En dat wil ik... Oh, dat kan niet. Oké. Nou, dan wil ik dit even kopiëren. Mag dat wel? Ik zit soms nog een beetje te klooien met wat precies wel en niet kan, jongens. Het spijt me. Zo, ook boven deze raampjes. En dan deze ook. Dat dat allemaal een beetje hetzelfde is. Zo, dan heb je aftakjes boven de raampjes. En dan dacht ik, dan kan ik deze ook kopiëren. En aan de kant van de hyena's doen. Misschien moet ik dat even zo doen. Kijk, dan doen we hier zo ook gelijk een aftak voor hun. En dan die ook. Ik weet niet of dat dit genoeg is, maar daar gaan we wel even naar kijken. Kijk, dan kan je hier zo onder het afdakje kijken. Daar leggen we dan wel wat bedjes neer. Het is ook eenrichtingsglas, dus dan hebben ze nog steeds gewoon rust. Even kijken of dat dit voldoende is. Ja, dat is meer dan genoeg. Nou, helemaal goed. Dan hebben we mooie afdakjes. Kijk, dat past dan ook allemaal gelijk mooi bij elkaar. Misschien moeten we dan ook met de winkeltjes ook zoiets doen, dat het allemaal een beetje hetzelfde eruit ziet. Dat gaan we dus hier doen, hè. Parkje of zo. Met wat winkeltjes en wat bloemetjes en dergelijke. Maar laten we eerst even kijken nog naar de natuur. Er staat een bamboe in. Die moet even weg. Dan gaan we naar het Afrikaanse grasland. En voordat we dat gaan doen wil ik nog even het terrein een beetje ruw maken. Dat doe ik vaak, hè. Beetje automatisch wat minder plat maken. Dat ziet er altijd gewoon wat natuurlijker uit. Kijk, zo is het gelijk wat beter, vind ik. Dan is het terrein misschien wel weer verkeerd. Ja, dat dacht ik al. Kort gras. Zo is het weer goed. Oké, planten. Eens even zien hoor. Kijk, in ieder geval bij dat watertje moeten we natuurlijk gewoon wat bomen hebben. Ik wil graag niet meer dat je met het oppervlak uitlijnt. Kijk, dat is dus nog steeds niet gefixt, blijkbaar. Als we het nu weer opnieuw doen. Nee, dat werkt niet. Oké, dan moeten we eventjes, weet ik veel, een bouwitem pakken of zo. Kijk, ik doe het altijd met zo'n scherm. Kopiëren, dan doen we hier de uitleiding uit. En als het goed is neemt hij dat dan over voor de natuur. Het is even een manier om eromheen te werken. Ik weet ook anders niet hoe het moet. Die bug die bestaat dus nog steeds. Dat is duidelijk. Oh, dan wil ik eigenlijk wel de draaiing weer aan. Nou goed, dan draaien we hem wel zelf. Dat komt ook wel weer goed. Zoiets. Mooie boompjes. Misschien hier zo wat in de grond, dat we het hierachter een beetje bedekken. Ik denk niet dat ze van heel veel begroeiing houden, maar hier bij dat watertje is dat niet zo raar natuurlijk, dat daar wat groeit. Kunnen we nog wat listel dus plaatsen. Zo. Kijk, ik zie daar al een krokodil zo op de loer liggen, hè. Die vind ik er niet zo mooi bij. Kijk, hierachter vind ik wel... daar mag het wel een beetje bedekt zijn. Want hier is water. Dus daar groeien dan ook wat meer planten. Dan doen we zo meteen ook nog wat stenen bij. Hoe zit het met jullie? Oh, kijk. Nog maar 10% hebben we gebruikt. Dus dat is mooi. We hebben ook wel van die... Ja, kijk. Deze vind ik altijd mooi. Die paraplu-acacia's. Dat zijn natuurlijk de echte Afrikaanse bomen. Ja, die kunnen niet missen in zo'n... toch een soort savanneverblijf. Want dat is wel de plek waar deze dieren leven natuurlijk. Ja, dat doet me altijd gelijk aan Afrika denken. Ik denk dat het zo al wel redelijk goed gevuld is voor ze. We moeten alleen... Kijk, eigenlijk al wat te veel zelfs. Misschien dat we die dan... we hier dan even eentje weghalen. Dat we iets meer stenen toevoegen. Wat is er aan de hand met de planten? Er staat zeg maar alsof, het niet, alsof we ze niet van alle planten houden die we hebben geplaatst. Maar volgens mij moet dat wel goed zijn gewoon. Oké, misschien moeten we even één van die acacia's weghalen dan. Halen we deze weg, doen we hier wel iets meer met stenen. Even kijken of dat het dan ook echt weer helemaal 100% is. Even zien. Ja, kijk, nu zijn ze weer helemaal gelukkig. Oké. Nou, dat doen we wel. Dan plaatsen we gewoon wat meer stenen. Dat is ook wel best. Hier wilde ik sowieso eventjes het een beetje afdekken allemaal. Dan maar iets minder met begroeiing, maar iets meer met rotsen. Zoiets. Ja, dan kunnen we hier wel iets van een steenformatie maken, zeg maar. Zo. En dan hier ook nog een aantal stenen. Kijk, ik vind het niet zo erg als mensen vanaf hier met name vooruit kunnen kijken, zeg maar. Dan scheiden we ook een beetje de zicht... hoe zeg je dat? Het zichtveld af. Als je wat anders wil zien, dan moet je maar even die kant op wandelen. Zoiets dan. Dit ziet er wel leuk uit. Hier is nog een beetje kaal. Maar ga ik wat verrijkingsitems neerzetten, dan is het ook alweer wat anders. Ja, goed, ze willen niet al te veel begroeiing en dergelijke, dus dat is niet anders. Kijk, hè, hebben we al wat verrijking voor ze eigenlijk. Ja, dat hebben we wel, dat is mooi. Bijvoorbeeld een sproeier. Nou, die hou ik voor nu wel even dit kleurtje. Op zich vind ik het hier niet zo opvallend. Even zien hoor. Voerverrijking hebben we nog niet, dus we moeten het vooral speeltjes doen nu. Voerverrijking komt hier dan later wel bij. Ze zijn nu eigenlijk al wel vrij blij met het verblijf. Dan denk ik dat ik nog even wat meer met stenen doe nog hier. Misschien, hoeveel procent is er nu bedekt? 29%. Dus we zouden eigenlijk ook nog wel iets van lagere begroeiing erin kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld dit gras. Dat het een beetje zo doorheen steekt. Ik hou een beetje die percentages daar rechtsboven in de gaten. Maar dit zou niet heel veel bedekking moeten opleveren. Hier nog wat gras bij. Hier zijn nog een paar plukjes. Kijk, dan ziet het er ook al gelijk weer ietsjes anders uit. Even van dat gelere gras tussendoor. Zou er nog iets van zo'n klein boompje kwijt kunnen? Ja hoor. Kijk, zo komen we er toch nog wel aardig. Wat van dat riet bijvoorbeeld. Nou, dat valt alsnog niet tegen. Ze hebben water. We hebben natuurlijk nog wel even wat voer nodig. Want nou, ze hebben nog geen voerverrijking, maar we hebben wel gewoon voerbladen natuurlijk. Voerblad, grote. Misschien is dat dan wel leuk om hier zo te doen. Dat is ook wat dichter bij de ingang. Zo, dan kunnen mensen vanaf hier zien hoe ze aan het eten zijn. En dan wil ik natuurlijk nog even wat slaapplekjes voor ze. Ik neem aan dat een grote slaapplek meer dan voldoende is. doet gewoon even voldoende. Ook als kleintjes krijgen, dat die daar ook lekker kunnen slapen. Maar dan hebben ze ook een lekker afdakje waar ze onder kunnen chillen. Nou, kijk, verrijking is nog niet top. Ik ben nu de nijlpaarden aan het onderzoeken. Ik druk ondertussen even op play. En wat voor verrijking hadden die? Oh, die had ook nog voerverrijking nodig. Even zien, hebben we dat ondertussen? Oh, modderbad hebben ze wel. Dat is cool, die ga ik gelijk erin mikken. Als het mag. Er zijn altijd een beetje op van die plekjes dat je denkt... ik had het liever even ergens bij een randje of zo gehad. Maar goed. Het is wel leuk, dan kunnen mensen vanaf hier zien hoe ze lekker in het modderbad gaan. Kijk, het springt er ook gelijk in. Oh nee. Of wel. Ga je in het modder poedelen? Ja hoor. Lekker man. Oh grappig, hij wordt ook helemaal modderig. Super cool. Oh, er is een dier ontsnapt. Een hyena, ben ik bang? Ja, dat is wel ook wel oprecht een gevaarlijk dier. Oké. Laten we die maar vangen. Ja goed, ze gaan niet achter mensen aan hoor. Dat gebeurt gewoon niet. Maar even checken waar ze eruit gaan. Oh, ze kunnen er hier gewoon overheen springen. Oké. Nou, laten we het hek dan even ietsjes hoger doen voor het gemak. Gewoon 1,50 of zo. Kijken of dat voldoende is. Ja. Sorry mensen. Het was een beetje gevaarlijk. Zo, die weg. Wat is er allemaal aan de hand? Faciliteiten, reinheid... Waarom werken die mensen niet gewoon even wat harder door? Ik ga wel even nog iemand aannemen, want mijn verzorgers die doen geen werk of zo. Zo, nog een verzorger erbij. En ja, dan heeft er ook nog een dier honger natuurlijk. De babiroesa, want daar wordt niet voor gezorgd. Hebben we nou een baby? Nee, kijk eens even. Oh, dat is toch schattig, hé. Kijk nou. Onze kleine strandbewoner. Ondertussen op de achtergrond al die mensen in paniek wegrennend. Fucking mooi. Hij is toch al gevangen, of niet? Ja, hij zit gewoon in die doos. Nou, mensen kunnen ook wel heel overdreven doen, hè. Zo, er staat er één gastige hier ook. Wat gebeurt hier allemaal, joh? Iedereen, de een ligt in de modder te rollen, de andere die staan van zich af te schijten. Het is wel heftig hier, mensen. Of niet dan? Goed, hier gaan we nog wel wat mooiers van maken, hè. Nou, die hyena's die hadden het goed naar hun zin. Zeker omdat ze gewoon lekker pleiten konden. Maar dat komt wel helemaal goed. Die gaan we zo meteen ook nog wel wat meer onderzoeken. Als de nijlpaarden ook wat meer onderzocht zijn. Maar ik ben wel blij met het verblijf. Ook met die nieuwe layout een beetje, zeg maar. Dan kunnen we hier zo leuke winkeltjes neer gaan zetten. Ook met beton misschien en wat metaal. Even kijken wat goed is. Nou, ze worden ook nog ziek. Wat is er met iedereen aan de hand, jongens? Ga eens even je werk doen. Ik ga even snel checken hoe het met mijn personeel zit. Zijn jullie allemaal moe of zo? Of wat is er aan de hand? Jij bent niet blij in ieder geval, dat zie ik al. Waarom ben je niet blij? Oh, ze zouden wel gewoon blij moeten worden. Ik denk dat ze gewoon even veel werk hebben. Dat gewoon nu het probleem is. Maar er zijn allemaal zieke dieren. Kijk, hier is de verzorger nu wel gas aan het geven. Goed, ja, dit is natuurlijk echt een gigantisch verblijf. Dus dat kost best wel wat om te onderhouden. Dus ja, daarom hebben we gewoon wat extra verzorgers nodig, denk ik. Kijk, hier komt al iemand. Dus dat gaat ook gefixt worden. Ik denk dat er gewoon even wat tijd overheen moet gaan. En dat het dan wel weer goed komt. Vandaag hebben we dus dit leuke verblijf gebouwd. De hyena's blijven er nu ook in, wat ook wel leuk is op zich. Maar ik vind het leuk dat we hyena's hebben. Bedankt voor jullie suggestie hiervoor. Want er waren best wel wat mensen die om de hyena vroegen. Nou, daar zijn ze dan jongens. Ik hoop dat jullie blij ermee zijn. Voor nu, heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie een fijne dag hebben. En tot de volgende keer jongens. Later!